Goedemorgen gemeente. We groeten alle die via de kerkomroep of via YouTube hebben afgestemd op deze dienst in de Bethelkerk, waarin dominee Dekker voorgaat. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste bestemt de diaconie voor de kom over en help. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En de derde is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Van harte bij u aanbevolen. Na een hartstilstand afgelopen maandag was Reinier van der Hoeven opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen donderdagavond hebben we voor hem en zijn gezin voorbeden gedaan. Als gezin zijn ze dankbaar dat zijn situatie alweer zoveel is verbeterd dat hij kort zonder rollator zelf kon lopen. Hij verblijft voorlopig nog wel in het ziekenhuis in Zoetermeer. We luisteren nu naar het zingen van Psalm 92, naar vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En daarna is er een moment van stilgebed. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis of waar u ook meeluistert een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat. Het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Van Psalm 92 horen we nu ook nog het derde vers, Psalm 92 vers 3 uit de Nieuwe Berijming. Ik juich om u.
Vanmorgen lees ik als wetslezing enkele woorden van Paulus uit Filippenzen 2. En daarna wordt gezongen voor ons Psalm 100, het vierde vers. Psalm 100, vers 4. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw. Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. Paulus schrijft: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Amen. Gemeente thuis en hier in de kerk, laten we nu samen bidden. Heer onze God, wij zeggen u dank voor het evangelie dat steeds weer de kracht is in ons leven en de grond eronder ons bestaan. We zeggen u dank dat we mogen luisteren naar het zingen en in ons hart mogen meezingen. Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw. Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. De trouw en goedheid van de Heer, van u, verschijnt ons elke morgen weer. En elk jaar weer opnieuw. Ook het nieuwe jaar 2021. Mochten wij met u beginnen en mogen wij vandaag met u verder gaan. Wij bidden u voor elkaar, als we het meebeleven, de enkele mensen hier in de kerk en mensen thuis, dat ons hart erbij mag zijn. Dat we mee mogen zingen. En hier in de kerk met ons hart en thuis misschien gewoon luid op. En dat we mogen weten dat uw geest er is.
en zich bedient van het woord. Dat Christus gekomen is in deze wereld, uit de hoge hemel neergedaald. Mens geworden, vlees geworden. Alles heeft afgelegd wat goddelijk was. En zich vernederd heeft. Onze dienaar is geworden. Om ons op te heffen. Om ons mens te maken. Om ons te zalven. Tot koningen, priesters, profeten. Zodat ons leven niet zinloos en doelloos is. En wij maar in een kringetje rondlopen. Waar ons leven afgaat op het rijk dat komt. Wij belijden nu dat wij zo weinig echt in de tijd leven. Echt beseffend dat ook het nieuwe jaar 2021 een jaar van de Heer is. Anno Domini. Zo weinig beseffend dat wij leven tussen schepping en herschepping. Tussen Pinksteren en wederkomst. Wij belijden nu als onze schuld dat ons leven vaak ook maar in een kringetje ronddraait. Van altijd maar dezelfde fouten, altijd maar dezelfde schaamte en schuld. Hetzelfde kringetje waarin altijd weer dezelfde dingen ons bij de handen afbreken. Waarin altijd weer hetzelfde ongeloof en dezelfde liefdeloosheid ons belemmert. De tredmolen. Wij belijden u dat als onze schuld en bidden u dat u ons daar steeds opnieuw uit bevrijdt. Zodat ons leven niet meer een cirkel wordt, maar een pijl afgeschoten op de eeuwigheid. Schenk daarin ook dat deze dienst een moment mag zijn in ons leven, waarin iets oplicht van het grote van wie u bent en wat komt. Door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Er zijn drie schriftlezingen vandaag. En ook nog een zondag uit de catechismus. We gaan het hebben over de vraag, wat betekent een van de namen die de Verlosser heeft gekregen? Hij werd Jezus genoemd bij zijn geboorte, maar hij kreeg er meteen al een andere naam bij, Immanuel. En hij krijgt er steeds meer namen bij. En de naam, de grote naam die Jezus erbij gekregen heeft, is de naam Christus, de titel Christus. En daar gaan we het vandaag over hebben. We lezen eerst uit Lucas 4, vers 14 tot 22. Lucas 4, vers 14 tot 22. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om mijn armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaren teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? De tweede lezing is uit Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14.
Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14. Daar staat: maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt van het vlees tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. De derde schriftlezing is uit Matteüs 28, 16 tot 22. Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. En ik lees daar ook nog bij een zondag uit de catechismus, zondag 12. Zondag 12. Daar gaat het over Christus en Christen. De eerste vraag is: waarom wordt hij Christus? Dat wil zeggen gezalfde genoemd. Antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God voor onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik, door het geloof, een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam zou belijden en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal regeren. Tot zover de schriftlezingen en de lezing uit de catechismus. Er wordt nu gezongen voor ons een lied wat past bij deze tijd, die we noemen Epifanie, de tijd van de verschijning van Christus in zijn heerlijkheid. En wordt gedacht aan licht en een ster. Vaak wordt op deze zondag ook gelezen de wijzen uit het oosten die de ster zagen. En zo gaat ook psalm of lied 157 uit het liedboek: hoe helder staat de morgenster en straalt mij tegen van zover de luister van mijn leven. Gezang 157, vers 1 en 4.
Straks na de verkondiging wordt gezongen gezang 169. Vers 1, 5 en 6 zingt nu de Heer, stemt allen in met hem, met ons die God lof zingen. Want hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in het licht geroepen en bedacht met louter zegeningen. Gezang 169, vers 1, 5 en 6. Gemeente van Christus hier in de kerk en thuis, of waar dan ook je meekijkt. Het is bijzonder hoeveel namen het kind van Bethlehem krijgt en hoeveel titels. Kort geleden hebben we dat feest gevierd, het kerstfeest. En vandaag hebben we het over een van de titels die hij gekregen heeft. Meteen al bij zijn geboorte vertelt Matthäus dat hij niet alleen de naam Jezus kreeg, maar ook de naam Immanuel, God met ons. En gaandeweg gaan er steeds sneller en steeds meer allerlei titels aan Jezus kleven. Zoon van de mensen, Zoon van God, Immanuel. En een van de belangrijkste wordt Christus. Zo belangrijk dat Paulus het heel vaak helemaal niet over Jezus heeft, maar alleen over de Christus. Want bij Jezus denkt Paulus aan die man, die mannen die uit Nazareth, Bethlehem, die door de straten van Galilea en Jeruzalem gelopen heeft en daar gekruisigd is. Die historische figuur. Maar zegt Paulus, wij kennen Jezus niet naar het vlees. Dat wil zeggen, wij kennen hem niet meer als een historische persoon. Wij kennen hem alleen nog als de Christus. Als Jezus alleen maar Jezus was geweest, was hij ook weer vergaan. Maar zijn titels geven aan, zijn gestalte reist uit boven de geschiedenis. En daarom is hij voor ons de Christus. Dat wil zeggen de gezalfde, de verlosser. En in die zondag 12 van de catechismus die wij hebben gelezen, een van de mooiste zondagen van de catechismus, denk ik, wordt heel mooi uitgelegd wat dat dan voor ons betekent. Want wij heten christenen. Wij heten niet Jezusvolgers of iets dergelijks. Soms als je mensen tegenwoordig hoort wat het is christen te zijn, dan hebben ze het wel over. Dan zeggen ze, christen zijn is eigenlijk Jezus volgen. En soms krijg ik daar zelf ook een beetje de kriebels van, want dan wordt ook een beetje gesuggereerd alsof wij net als de discipelen toen achter Jezus aan kunnen lopen ergens. Dat kunnen we niet. De Heer is in de hemel. En daarom betekent christen zijn echt iets anders dan wat het voor Petrus was. En voor Jacobus en Johannes. Zij hadden een Heer om achteraan te lopen, maar wij hebben een Heer in de hemel. Wij hebben een Christus, de Christus. Wij staan dus in een andere verhouding tot hem. En daarom is het ook heel goed dat de geschiedenis niet heeft gezegd dat de naam van onze godsdienst is de Jezusvolgers, maar christenen. Mensen die Christus kennen en dienen. Die op die manier betrokken zijn op de eeuwigheid. Want dat hij de Christus is, wil zeggen, hij behoort tot het domein van de eeuwigheid. En voor zover wij christenen zijn, worden wij ook op die eeuwigheid betrokken. Maar wie is hij dan? Wie is dan die figuur die centraal staat in ons geloof? Dat blijft een belangrijke vraag. Was het alleen maar omdat zoveel mensen het over Jezus hebben? Ook buiten de kerk. Ik las kort geleden dat er ergens in Afrika een hele lange twist was geweest tussen christenen en moslims. Of op een bepaalde plek nou een moskee gebouwd mocht worden of een kerk. En het zijn veel breuklijnen in de wereld. Waar eigenlijk christelijke gebieden overgaan in islamitische gebieden. Daar is ook vaak helaas heel veel strijd en oorlog. Op een van die plekken was ook strijd. Komt daar een moskee of komt daar een kerk? En uiteindelijk kwam daar een moskee.
Maar als een soort toegift van de islam noemden ze die moskee vervolgens, toen die geopend werd, noemden ze die moskee Isa. De moskee van Isa. En Isa is de islamitische naam voor Jezus. En dat was een soort, het is wel een moskee geopend, maar we noemen hem naar Jezus. Met andere woorden, wij zijn niet tegen jullie, christenen. Wij hebben ook Jezus. En dat klopt, Jezus komt ook voor in de Koran. Als Isa, onder de naam Isa. Maar wie Jezus is voor de islam, is wel iets radicaal anders dan wie die is in het christelijk geloof. En zo zijn er ook mensen buiten de kerk, mensen die verder niet in God geloven, maar die met het hoogst mogelijke respect over Jezus spreken, als een van de grote profeten van de menselijkheid. En die toch op een radicaal andere manier over hem spreken dan het evangelie doet. Wie is hij dus? Wie is hij dan echt? Wie is hij dan voor ons? Nou, dat leert de catechismus dus, wordt eigenlijk gezegd door die titel die hij krijgt. Deze titel, deze hoofdtitel die hij krijgt, Christus. Zo bekend geworden dat het voor sommigen bijna de achternaam van Jezus is geworden. Denk je, Jezus heet Jezus Christus. Zoals ik heet Willem Maarten Dekker. Nou, dat is het dus niet. Het is de titel. Het is een titel. Het is net zoals minister-president of koning. Een woord dat aangeeft, niet een naam, maar zijn ambt. Wat komt hij doen? En die naam betekent in het Nederlands gezalfde. Gezalfde. En om dat te begrijpen, legt de catechismus dat dan uit naar drie kanten. Naar de drie kanten van de drie ambten die in het Oude Testament gezalfd werden. Met olie op het hoofd. Dat waren profeten, priesters en koningen. En op die manier gaan ze dan ook uitleggen wat het betekent als, om christen te zijn. Dat is ook profeet, priester en koning zijn. Laten we dat alle drie eens even kort nalopen. En dan ga ik steeds met wat het voor Christus betekent naar wat het voor ons betekent. En het eerste is dan die geschiedenis van Jezus die in Nazareth komt preken, die we hebben gelezen. Jezus is inmiddels opgegroeid en begonnen met zijn prediking en komt dan terug in de plaats waar hij is opgegroeid. Zijn geboortedorp Nazareth. We voelen wel aan dat dat een avontuur is. Het is zelfs voor ons, gewone stervelingen, een avontuur als je na heel lange tijd weer terugkeert in je geboorteplaats. Soms heb je dat mensen, die zijn om wat voor reden dan ook 20 of 30 jaar weg geweest. En die gaan dan toch weer wonen in de plaats waar ze zijn opgegroeid. En dat is altijd een avontuur, want je verwacht natuurlijk daar allerlei dingen nog te treffen die je herkent. En dat is deels ook wel zo, maar heel veel is ook veranderd. En je staat er zelf ook toch weer anders in dan je misschien vroeger had gedacht. En als dan Jezus als prediker terugkeert, dan wordt de spanning ons nog verhoogd. Dat kunnen we ons wel voorstellen. Enerzijds is het heel vertrouwd. Met die en die heb ik nog geknikkerd, denkt Jezus, als hij de mensen zo in de synagoge ziet. Maar anderzijds is er ook vervreemding. Die dorpsgenoot denkt hij, hey, komt hij niet meer in de kerk of zo? Die zie ik niet meer. En die, waarom kijkt hij zo boos? Riskant. Kan van alles oproepen. Ook omdat de mensen denken, het is onze Jezus. En wat gaat hij zeggen? En Jezus maakt het dan zelf nog erger door uitdrukkelijk een tekst van Jesaja te nemen, waar staat, de geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij tot Christus gemaakt, staat daar eigenlijk. Tot gezalfde. En dan als hij dat heeft gelezen, dan zegt hij, heden, nu wordt dit woord in jullie oren vervuld. Dat wil zeggen, ik ben die gezalfde waar Jesaja het over heeft. Hoe reageren de mensen daarop? Nou, dubbel. Met trots aan de ene kant. Onze Jezus hier uit het onbekende Nazareth. Die is het. Maar anderzijds ook met afkeer.
We hebben het gelezen dat ze zeggen, is hij niet de zoon van Jozef? Dat is een heel andere titel voor Jezus, hè? Is hij niet de zoon van Jozef? Ze willen Jezus niet als gezalfde in hun midden. Ze kunnen dat niet goed verdragen. Want dan wordt die jongen die gewoon daar, die zoon van die timmerman was, ineens voor hun gevoel uitgetild boven hen. En iemand aan wie zij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Wat verbeeldt hij zich wel? Wat verbeeldt die timmermanszoon zich? Daaraan ontleent de catechismus zijn basale betekenis toch van wie Jezus is. Gezalfde, Christus. En dan in het tweede antwoord gaan ze meteen verder met, wat betekent het dan dat ik christen ben? En het eerste is dan, nou, dat betekent dat ik ook gezalfd ben. Dat ik door het geloof deel heb aan die zalving van Christus. Dat is prachtig, hè? Hadden die mensen in Nazareth dat nou maar begrepen, dan hadden ze helemaal niet boos hoeven worden. Want dat Christus gezalfd is, betekent dus helemaal niet dat wij niet gezalfd zijn. Of dat wij tegenover hem staan. Dat hij zich boven ons verheft. Dat Christus gezalfd is, betekent juist dat wij ook gezalfd worden. Dat wij door het geloof deel krijgen aan wat hij heeft. Jezus is juist totaal niet iemand die iets voor zichzelf wil houden of hebben. We hebben dat gelezen ook uit de Filippenzenbrief. Zijn hele bestaan is het afleggen en delen van wat hij heeft, van zijn goddelijkheid en alles wat hij heeft met ons. Als ze dat nou maar begrepen hadden, dan hadden ze niet zo tegen Jezus hoeven opstaan. Jezus is als de gezalfde niet degene die andere mensen klein houdt, maar juist die hen optilt, hen ook betrekt in dat hoge wat hij krijgt. Als de gezalfde is hij degene die uitdeelt. Daarom hoef je ook zelfs helemaal niet te zeggen dat omdat Jezus de gezalfde is, Jesaja het bijvoorbeeld niet was. Ik denk, Jesaja was het ook. Jesaja heeft het in die tekst die Jezus aan had eigenlijk gewoon over zichzelf. Zegt, de Heer heeft mij gezalfd, mij, Jesaja, om gevangenen loslating te prediken enzovoorts. En dat mag Jesaja ook blijven, die gezalfde. Voor Jezus en na Jezus mag iedereen gezalfde blijven. Maar in hem. In hem als degene van wie we dat steeds weer krijgen. Hij is het die ons betrekt in datgene wat hij zelf van God gekregen heeft en ons zo maakt tot profeten, priesters en koningen. Profeet, zegt de catechismus dan, is dat Jezus degene is die echt het woord van God spreekt. Als Jezus zijn mond open doet, doet God zijn mond open. Dat is iets waar mensen buiten de kerk vaak ook nog wel van onder de indruk kunnen zijn. Bijvoorbeeld de bergreden. Als Jezus zegt, als iemand je op je ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. Als iemand zegt, ga 1 mijl met hem, met mij, ga dan 2 mijlen met hem. Als je 2 hemden hebt, geef er 1 weg. Dat zijn woorden van Jezus die nog steeds een geweldige kracht hebben. Ik heb pas nog een boek gelezen van iemand, een Britse filosoof, Bagini. Die is christelijk opgevoed, maar is nu atheïst geworden. Gelooft niet in God, maar die zegt, dit van Jezus, dat hebben we allemaal nodig. Dit van Jezus wil ik niet loslaten. Die bergreden, dat is zo krachtig hoe hij daar een nieuwe wereld eigenlijk ons voor ogen schildert. Een wereld van echte menselijkheid. Nou, daarvan kun je dan zeggen, die hebben in ieder geval iets toch van Jezus ook gezien. Als hij iets zegt, dan is het wel alsof dat uit de hemel komt.
Maar ook daarvan zegt de catechismus dan, is dat weer niet iets wat Jezus voor zichzelf alleen wil houden. Als wij gezalfden zijn, christenen, dan krijgen we ook daarin deel aan hem. Dan mag je ook van je eigen woorden iets verwachten. Zelf tot profeet gezalfd te zijn, doordat je gelooft, betekent dus dat je zelf ook wel eens iets kunt zeggen waardoor God klinkt, Gods woord klinkt. Misschien heb je dat zelf ook, dat je denkt, als ik aan God denk en aan wat ik heb ontvangen, dan denk ik echt niet alleen aan de dominee of aan de kerk of aan de ouderling, dan denk ik eigenlijk vooral aan mijn moeder. Die toen en toen dat en dat tegen mij zei. Of aan die vriend of vriendin die toen en toen dat en dat tegen mij zei. Toen was het even alsof de Heere God wat tegen me zei. Dat kan dus. Dat kan omdat Jezus niets voor zichzelf wil houden. Ook zijn profeet zijn niet. Maar dat met ons deelt. Dat is dan vervolgens ook een roeping natuurlijk. Een roeping om niet altijd maar je mond te houden. Maar een roeping om zelf ook eens iets vanuit je geloof te zeggen. We zijn daar vaak nog veel te beschaamd en beschroomd in. Laat 2021 een jaar zijn waarin we veel onbeschaamder en onbeschroomder spreken over ons geloof. Dat delen in het bewustzijn dat wij gezalfd zijn tot profeten. Dat wij hem mogen belijden en dat dan God door onze mond heen kan spreken. Dat is het eerste. En dan zijn we dus nog redelijk dicht bij de wereld, bij de islam en bij anderen die Jezus hoog vereren. Maar het tweede, zegt de catechismus, is ook priesters werden gezalfd in het Oude Testament. En als Christus de gezalfde is, betekent dat hij ook tot priester is gezalfd. Daarvan hebben we gelezen dat stukje uit Hebreeën. En daarom gaat het over dat de priester in het Oude Testament, die offerde allerlei offers, andere offers, dieroffers, bloed van dieren. Maar Christus is de hoge priester die niet meer iets anders offert, maar zichzelf. Dat betekent het ook dat hij de gezalfde is. Hij is degene die zichzelf offert en die daarin onze schuld wegdoet en vergeeft. Een profeet kan niks aan je schuld doen. Jezus, die de bergreden spreekt, zegt als iemand je op de ene wang slaat, keer hem ook de ander toe. Die Jezus doet niks aan onze schuld. Die vergroot onze schuld eerder nog. Door die Jezus die als een profeet Gods woord spreekt, weet je alleen maar, wat schiet ik zelf toch ontzettend tekort. Maar die Jezus die dan een priester wordt, die zichzelf offert. Die zichzelf ook offert voor al ons falen waarin wij niet de woorden van God spreken. Daarvan denken wij dan misschien vaak, ja, dat is nou echt alleen maar van Jezus, hè? Dat offeren. Maar hoe verrassend is het dat het leerboekje van de kerk zegt nee. Ook dat geldt niet exclusief voor Jezus, dat jezelf offeren. Sterker nog, christen zijn, gezalfd zijn, betrokken worden in dat Jezus die zichzelf offert, betekent je wordt zelf ook een offer. Leven van Jezus offer betekent niet zeggen, dankjewel Heer Jezus, nu hoef ik mezelf gelukkig niet meer te offeren, maar betekent juist betrokken worden in hem. En zelf gaan bidden, neem mijn leven, laat het Heer. Daarin jezelf ook besnijden, niet iets anders offeren, daar zijn we heel goed in, anderen op te offeren. Maar jezelf opofferen. Jezelf besnijden in dingen die pijn doen. En dat voor God over hebben. Ook daarin staat 2021 als een leeg jaar voor ons. Een jaar waarin wij geroepen zijn onszelf te offeren aan hem.
Zie de kerk niet iets als iets waar je iets komt halen, waar je vooral moet genieten, waar vooral anderen het heel goed moeten doen, zodat jij lekker achteruit gezakt in de bank of thuis of in de kerkbank kunt genieten van wat anderen doen. En als ze het niet helemaal goed doen, de dominee of iemand anders, dan kun je zeggen, hij deed het toch niet helemaal goed. Dat is geen christen zijn. Christen zijn is jezelf offeren. En het derde, wat de catechismus dan zegt, is, er werden in het Oude Testament niet alleen profeten en priesters gezalfd. Er werden ook koningen gezalfd. Zoals David bijvoorbeeld. En dat betekent als Christus de Christus is, de gezalfde, dan is die ook tot koning gezalfd. Dan is die de zoon van David, die regeren zal tot in eeuwigheid. Dan vestigt God in hem zijn koninkrijk. We hebben dat gelezen met woorden uit Matthäus, waar Jezus heen gaat en zegt, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dat God, dat Christus zichzelf offert, betekent niet dat hij een slappeling is of een verliezer. Hij is de machtige koning en hij blijft dat. Al staan de wonden in zijn handen en in zijn zijde. En dan zou je weer kunnen denken, ja, dat is dus wel typisch iets voor hem. Er kan er maar één koning zijn, toch? Zo is dat. Er kan er maar één koning zijn tegelijk. Als je twee koningen tegelijk hebt, dan wordt het ruzie. Dat kan niet. Het is nog nooit bestaan dat een land twee koningen heeft. En toch is het verrassende van de catechismus dat ze weer zeggen, nee, dat is niet zo. Ook dit, ook zijn koningschap, houdt Christus niet voor zichzelf. In het geloof ga je delen in zijn zalving en word je dus zelf ook koning. Jezus is niet bang voor concurrentie. Jezus laat alle mensen koning worden. Wat betekent dat dan? Dat betekent ook heersen. Heersen over het kwade. Heersen over de zonde. Ik ben wel eens bang dat wij nog veel te veel de zonde toch zien als iets waar we altijd van moeten verliezen. Waar je altijd weer van moet verliezen. Zonde is nu eenmaal sterker. Als wij gezalfd zijn tot koningen, betekent dat ook, gezalfd met de geest van Christus, zijn wij opgewassen tegen het kwaad. Kunnen wij het anders doen? Kunnen wij het beter gaan doen? Laat in Gods naam het nieuwe jaar een jaar zijn waarin je een paar dingen ook beter doet dan in het oude jaar. Dat kan, omdat je tot koning gezalfd bent. Voor zover je gelooft, heb je deel aan die geest van Christus, waarmee je strijdt tegen het kwade en waarmee je ooit ook met hem over alle dingen zult regeren. Op die manier is het je opnieuw beseffen van wat de namen van Christus en Christen betekenen. Een aanzet om het nieuwe jaar in te gaan met veel moed en veel vertrouwen. Amen.
We zullen samen bidden en ook bidden voor degene wiens naam genoemd is bij de mededelingen. Dat is Reinier van der Hoeve, zijn vrouw Gerja en de kinderen. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij zeggen u dank voor het evangelie. Wij zeggen u dank dat u uw zoon gezalfd hebt. Dat hij de Christus is. Onze hoogste koning, onze hoogste priester, onze hoogste profeet. Wij danken u dat wij van zijn woorden en daden, van zijn lijden, van zijn macht mogen leven. Wij bidden u, geef ons het geloof steeds opnieuw dat ons bij hem inplant. Waardoor wij deel krijgen aan alles wat hij heeft. Wij danken u dat u in hem iemand bent die niets achterhoudt. Maar royaal deelt van wat u zelf hebt. Wij belijden het u als onze schuld dat wij zo vaak niet woorden spreken die ertoe doen. Woorden waarin u verheerlijkt wordt. Zo vaak geen profeten zijn met onze woorden, maar eerder stommetjes spelen of liegen. We belijden het u als onze schuld dat wij zo vaak niet onszelf opofferen. Ons niet mee laten nemen in de weg van Christus, van het kruis. Maar eerder altijd weer onszelf willen redden. We belijden het u als onze schuld dat wij zo vaak niet willen heersen, ook over het kwade, het boze in ons leven, de schuld, het donkere. Maar dat we het soms ook koesteren. Voor het leven hebben wij de dood, het lege niets verkozen. En voor het licht de duisternis. We bidden u, hef ons daaruit op. Laat het nieuwe jaar dat we zijn begonnen een jaar zijn waarin we diep worden verbonden, innerlijk, opnieuw of voor het eerst, met u, met uw Zoon. Hij hoog in de hemel en wij hier op aarde en toch verbonden. We bidden het u dat er iets van uit mag gaan in een wereld die de naam van Jezus nog steeds heel vaak noemt, maar hem toch vaak niet echt kent. Wij danken u ervoor dat die naam ook buiten de kerken, buiten het christendom genoemd wordt, bekend wordt. We danken u ervoor dat er ook mensen zijn die steeds weer ineens door iets van hem onder de indruk zijn. Van zijn liefde, van zijn scherpte. En tegelijk kunnen we ons zo ontzettend vervreemd voelen. Als moslims ook zijn naam noemen, maar iets heel anders bedoelen. Als humanisten ook zijn naam noemen, maar toch heel iets anders bedoelen. We bidden u, geef ons wijsheid in het getuigen, in het getuigend leven. Ga met ons verder deze week en dit jaar in. Wees met hen die ziek zijn, die chronisch ziek zijn, die moeten lijden, die pijn hebben, die moeten sterven. Die lijden in hun geest, in hun hart, verdriet en donkerte. Draag hen. Wees met Reinier van der Hoeve, met zijn vrouw Gerja en de kinderen. Nu dit schokkende in hun leven is gebeurd, we danken u dat het zo mag zijn, dat het door deze dagen heen mocht komen. En dat er alweer herstel te merken is, dat u hem bewaard hebt. En we bidden u dat u hem verder ook nabij wil zijn en verder herstel wil geven. Vertrouwen dat u hen vast wil houden. Wees zo met uw wereld in nood ook. Een wereld waarin veel mensen op de vlucht zijn, waarin veel mensen in oorlog zijn, in omstandigheden leven die zoveel slechter zijn dan wij. Ook nu in deze coronacrisis merken we het weer. De rijke landen trekken de vaccins naar zich toe.
In de arme landen, die moeten maar achter in de rij staan. En maar hopen dat er ooit nog een vaccin voor hen over is. Ergens, ver in de toekomst. Wij blijven zulke ontzettende egoïsten. Wij voor onszelf en wij samen. We bidden u, Heere God, om gerechtigheid, om delen, om vrede, om knielen, om nederigheid. Ga zo met ons, met uw volk Israël, met uw kerk, met de overheid, met ons allen. In Jezus' naam. Amen. Het laatste wat gezongen wordt is Psalm 150, het eerste vers uit de oude Berijming. Psalm 150, vers 1. Thuis en hier in de kerk, ga van hier, ga deze dag verder in onder de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen. Goede tijd.